Wat ik nou verbazingwekkend vind, is dat er in ons land nog altijd levensgevaarlijke rotondes zijn. Zoals de rotonde waar ik nu bij sta in Leerdam. Waarom is deze rotonde gevaarlijk? Nou ja, tegen alle adviezen in heeft het autoverkeer hier voorrang op de fietsers. En deze specifieke rotonde is nog eens extra gevaarlijk, omdat die zo ontworpen is vanuit inrichting als je daar met de fiets komt. Je bent genegen om bij een rotonde over je linkerschouder te kijken. Alleen moet je hier in staat zijn om je hoofd meer dan 180 graden te draaien om te kijken of er wel of niet verkeer van achteren komt. Dus ja, je moet wachten op verkeer van achteren, maar je kunt het niet eens fatsoenlijk zien. Hoe gevaarlijk wil je het hebben? Ik ben ook eigenlijk best wel benieuwd hoe vaak hier ongelukken gebeuren. En als het nog niet is gebeurd, dan is het wachten tot het gaat gebeuren bij een levensgevaarlijke rotonde als deze. Volgens mij wordt het echt de hoogste tijd dat we overstappen van wat nu nog een advies is, fietsersvoorrang, naar gewoon afdwingen wettelijk. Geef die fietsers voorrang. Dat is de meest kwetsbare deelnemer op zo'n rotonde. Laat die de meeste veiligheid krijgen en daarom dus ook de voorrang krijgen. Er komt trouwens nog eens bij dat een rotonde als deze hier achter me ligt eigenlijk illegaal is. Want rechters hebben namelijk al bepaald op het moment dat een fietspad binnen 5 meter van een rotonde ligt, dan moet dat gezien worden als één en dezelfde weg. Als je dan als fietser doorgaat, ben jij rechtdoorgaand verkeer en de auto die eraf wil is afslaand verkeer. En rechtdoorgaand verkeer heeft altijd voorrang. Dus die haaientanden die er staan, die mogen er niet in staan, want de fietser heeft daar altijd voorrang. Hoe complex wil je het eigenlijk hebben? Daarom maak nou eindelijk eens een keertje duidelijkheid in het hele land. Ik geloof dat inmiddels ongeveer 80% van de rotondes heeft de fietsenvoorrang. Als je dan net die ene rotonde tegenkomt waar je het niet hebt, dan verwacht je het niet. En daar creëer je juist gevaarlijke situaties mee. Dus gemeente Leerdam en andere gemeentes waar nog dergelijke rotondes liggen, ga aan het werk, pas de voorrangsregeling aan en zorg dat fietsers overal veilig zijn. Dan hoef ik me er in ieder geval niet meer over te verbazen. Hi, bedankt voor het kijken naar mijn YouTube filmpje. Vond je het de moeite waard? Deel het dan met je vrienden. Wil je me blijven volgen? Klik dan daar op het grote hoofd om je te abonneren. Of kies een van deze twee filmpjes om verder te kijken.